We staan hier in de Pompstraat bij het Jan Heestershuis, waar ook het VVV-kantoor van Schijndel gevestigd is. We gaan hier dadelijk een dorpswandeling maken samen met een gids die ons alles kan vertellen over de historie van Schijndel. Ik sta hier met Jan van Laak, onze gids van vanavond. Kan je ons vertellen wat we precies gaan zien vanavond in deze route? We doen vanavond de historische route. Een van de tochten die we hebben vanuit het Heestershuis. Vanaf hier richting het klooster gaan. Van het klooster gaan we naar het Napoleonskerkje. En dan het centrum in rond de kerk. En via het Weeshuis komen we weer terug hier in de Pompstraat. Goed, we vertrekken hier vanaf het Heestershuis. Het Heestershuis, het museum. Einde 19e eeuw is de vader van Jan Heesters hier komen wonen. En Jan Heesters, dus de schilder, is daar een zoon van. Ze hadden vroeger hier een wagenmakerij. Dus daar maken ze hoogkarren, platte karren. En dat allemaal werd gemaakt van eikenhout, wat kwam uit de omgeving van Schijndel. Nou, het klooster is gesticht door pastoor van Erp. En pastoor van Erp die heeft in 1832 had hij besloten om een klooster te maken om de kinderen van Schijndel onderwijs te geven. Dit was de pastorie van pastoor van Erp. Kun je nagaan dat hier een pastoor woonde met toentertijd nog waarschijnlijk 5 kapelaans, want die hadden we genoeg. Daarnaast, dat huisje, dat was van de koster. Die woonde daar met zijn 12 kinderen. En het huisje aan de andere kant is van de organist met die lantaarns. Hoe vond u de wandeling, meneer? Nou, de wandeling op zich was niet te lang, dus dat was keurig. Maar het leuke ervan is eigenlijk dat je toch hier eens wordt geattendeerd door allerlei dingen waar je anders altijd maar gewoon voorbij gaat. Dat is, ja, het is heel leuk om een keer met je neus met feiten gedrukt te worden, zoals hier die tegel die hier in de straat ligt. Ik had hem nog niet gezien. Hij ligt ook pas een week. Maar eigenlijk moet je als Schijndelaars natuurlijk een keer de tijd nemen om al die plaatjes te gaan bekijken. En nou, ik heb mezelf al eens voorgenomen, als ik met pensioen ga, dan ga ik dat doen. Maar dat is inmiddels alweer een hele tijd zover en ik heb het nog niet gedaan. Maar een keer gaat het gebeuren. Ik ga de attentietegels allemaal eens goed bekijken. Want het is best wel leuk om er iets meer van te weten dan alleen maar er langs lopen.